Bij het ministerie van Arbeid is Manish Rambajan benoemd als de eerste directeur van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit, CIP. Minister McAndrew ziet de start van het CIP als cruciaal voor het verbeteren van productiviteit en concurrentiekracht in zowel publieke als private sectoren in Suriname. McAndrew waardeert de steun van de Internationale Arbeidsorganisatie voor het opzetten van methoden voor productiviteitsmetingen. McAndrew heeft volledig vertrouwen in Rambajan en moedigt hem aan om de CIP-doelen te realiseren met snelle implementatie als prioriteit. Op de Oost-West-verbinding in Marowijne vond op 28 december een fatale botsing plaats tussen twee auto's, waarbij de 76-jarige bestuurder LM om het leven kwam. De politie van bureau Mungo ontving een melding van het ongeval, waarbij LP, de andere bestuurder, verklaarde dat hij op de verkeerde weghelft terechtkwam, resulterend in de noodlottige botsing met LM en zijn echtgenote. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en het lichaam van LM is voor autopsie overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 29 december de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 30 december 2023 tot 12 januari 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 51 SAD en 90 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 41 SAD en 35 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.